Hoi, mijn naam is Maarten. Ik ben Sketchup Expert sinds 2006. En ik wil je wat vertellen over vlakken en vlakken omkeren. Dat je denkt, hè? Vlakken omkeren? Waar heb je het over? Deze tekening ziet er op zich goed uit. Er ja, gebeurt uh, ja, op het oog eigenlijk vrij weinig raars. Ik heb hier een soort... Uh, ja, Soort textuur op een, op een wand zitten. De wand is misschien wat dik. Ik heb hier een poort gemaakt. Ja, het ziet er op zich ook wel goed uit. Maar iets klopt hier niet. En het is op dit moment niet te zien, want op alle standaard vlakken is al een textuur of is al een kleur heen gegaan. Um, als je deze balk, de styles balk, aan hebt gezet, dat kan en voor Windows en voor Mac. En eh um, je klikt op het allerlaatste blokje, dan zie je of een vlak met de voorkant naar je toe staat, of met de binnenkant naar je toe staat. En als die met de voorkant naar je toe staat, is die netjes wit, zoals daar. En als die met de binnenkant naar je toe staat, dus de achterzijde, dan ziet het er ineens niet uit. Dan wordt het paars. En dit is niet de bedoeling. Nou, wat moet ik doen om dit te wijzigen? Er is een optie die heet reverse face, oftewel keer het vlak om. Ik kan uh, klikken op een vlak. Ik zeg rechtermuisknop en dan zeg ik reverse face, oftewel keer om. Ik kan het nog een keer doen. Ik kan het nog een keer doen. Maar in plaats daarvan kan ik ook even twee stappen terug. Ik kan er eentje correct neerzetten en dan klik ik erop en dan zeg ik rechtermuisknop en dan oriënteer faces orient faces dus deze staat goed en op basis van die mag je de rest omkeren. En nou zie je dat ze allemaal goed staan. Wat er wel misgaat is als ik deze monochrome modus weer uitzet, dat mijn kleuren of mijn texturen die zijn ook weg, want die zitten nu natuurlijk aan de binnenkant, zie je dat? Dat is niet de bedoeling. Dus die kan ik hier nog met de pipet uithalen en ze daar opzetten. En dan heb ik nog een probleem, want de binnenzijde is uh, open. En dat willen we niet. Dus ik kan nu met een lijn van de ene zijde naar de andere zijde. Dan gaat hij aan beide kanten van de lijn denken: ben ik lekdicht? dicht? Het antwoord is ja. Dan vult hij het netjes af. Hij heeft nu ook nog de verkeerde kleur, reverse face. En nu is alles correct. Nu is alles correct. Nou, kijk wat hier nog aan de hand is. Kijk, daar gaat het ook mis. Deze. Die en deze rechtermuisknop Reverse Face. Nu zijn ze netjes omgedraaid en nu staat het goed. Dit heeft trouwens puur een technische reden. Sketchup weet niet of iets binnenkant of buitenkant is. En um, je wil hem eigenlijk niet over twee dingen tegelijk laten nadenken. Dus de binnenkant van een kolom daar heeft hij eigenlijk helemaal niks. Om over na te denken, om over te genereren. En wil gewoon weten wat is de buitenkant. Dus waar kijk ik naar en waar heb ik verder geen interesse in, dus die binnenzijde. Dus het is best essentieel dat die zijdes correct staan. Dus de optie reverse face en orient face heb ik je bij deze uitgelegd. Doe er wat mee. En uh, ik zou zeggen tot de volgende video. Dankjewel voor het kijken.